What's up, J-Squad? En welkom bij een nieuwe video. J-Squad. What's up, J-Squad? Zoals jullie weten, een aantal jaar geleden was Flappy Bird volledig in. En heel veel mensen speelden er wereldwijd. Miljoenen mensen speelden een voosspel waarin dat een vogel slash vis, ik weet niet wat het was, door buisjes moest. En het enige wat je moest doen was gewoon tik, 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 tik. Maar uw tik moest wel op de juiste moment zijn, of je waart eraan. Ik zelf was namelijk zeer verslaafd aan dit spel en ik heb dat echt doodgespeeld. En de reden dat dat spel weggehaald is geweest, was ook omdat er een dood bij kwam kijken. Er waren namelijk, denk ik, 2 of 3 mensen die dat zelfmoord hadden gepleegd, omdat er zoveel frustratie in dat spel zat. En ik kan volledig meespreken met die frustratie, maar om dat echt mijn leven te beëindigen voor een spel, nee, dat zou ik dan ook weer niet doen. Maar ja, dat waren waarschijnlijk mensen die dat emotioneel al niet goed zaten en dan nog eens dat spel gaan spelen en het wilde allemaal maar niet lukken en voordat je het weet, dan maakte zo'n beslissingen. In ieder geval, toen heeft de maker van dat spel, die dat 50.000 euro per dag, dollar per dag maakte, besloten om dat spel weg te halen. En dat was wel een shock in Flappy Bird wereld, omdat iedereen echt gewoon zot werd. Maar na een tijd waren er nog een aantal gsm's die dat spel dus nog wel hadden. En toen zag je ineens op eBay en met kikveel we al die sites allemaal zijn, zag je dus gsm's verschijnen die dat mensen verkochten voor 10, 20.000 euro. Puur omdat gewoon Flappy Bird erop stond. En geloof mij, die hebben die gsm's verkocht. Omdat dat de enigste waren waar dat je dat origineel spel nog bij had. Dus ja, dat was echt wel een topper. In ieder geval, Flappy Bird is spijtig genoeg nog altijd niet terug. Maar er is een remake van dat spel dat eigenlijk exact hetzelfde is als de originele. En er zijn op het begin veel remakes geweest en die trokken op niks. Ik was daar echt heel hard aan verslaafd en ik werd daar ook heel agressief van. Dus het kan goed zijn dat ik ze beet alles hier afbreek. Maar ik ga geen zelfmoord plegen, dus dat is al goed. Ik weet niet of dat jullie ook zo verslaafd waren aan dit spel, maar ik kon daar uren naar kijken, ook al was iemand anders daar aan het spelen. Dus ik weet niet hoe dat deze video gaat lopen voor jullie, maar als je dat niet interessant vindt, ja, dan weet ik niet of ik het leuk ga vinden. Tenzij dat mijn commentaar weer een fliek is, gelijk altijd. Maar goed, ik ga gewoon starten. Ik heb hier Flappy Bird en het noemt hier Fabby. Fabby? Fabby? Fabby Bird. Weet ik veel. F-A-B-Y. Spreek het hoe dat je het wilt. Oké. Voilà, dus ik heb hier nu Flappy Bird. Ik noem hem gewoon nog altijd Flappy Bird. Heb ik hier bij mij. Het is een blauw vogeltje nu. Dat verandert ook elke keer van kleur. Zoals dat je kunt zien, staat er gewoon, ja, van boven weer reclame natuurlijk. Takeaway.com, order food. Het is wel een goede app, zeker gebruiken. Oké, dus je hebt hier dus gewoon tap-tap staan. Dat wil dus gewoon letterlijk zeggen tap-tap. We gaan ervoor. Ik hoop dat ik, zoals vroeger, want ik was daar echt goed in dat spel al zie. Mijn highscore was, denk ik, 360 of zo. Oh my god, dat is veel, zeg je. Maar goed, we gaan gewoon proberen om dat terug te verbreken. Of toch zeker tot 100. Oké, let's go. Flap, 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 flap. Oh. Oh. I love this game. Er zitten echt tactieken in dat spel, hè. Je moet echt zo je eigen laten vallen, juist voor de bar. Zie je, en dan gaat het omhoog. En... oh. Ja, praten tijdens dat spel is het ook niet. Maar ik ben een video aan het maken, dus ik heb niet veel keus. Ja. Oké, we gaan er gewoon nog eens voor. Mijn score is nu 11. Tap, tap, tap. Tap, tap. Oh, dat is een lage. Hupsakee. Ja, soms doe ik ook raar tijdens dat spel. En ook eigenlijk gewoon niet tijdens dat spel. Ik doe eigenlijk gewoon altijd raar. Oké. Oh, we zitten al voorbij de 11, mannetjes. Oh, mij. Oh. Hup. Eeps, laten vallen. En gewoon altijd rustig blijven ook. Als je eigenlijk te veel gaat opdringen of zo heel druk gaat beginnen doen, dan ga je gewoon beginnen tappen terwijl dat helemaal niet nodig is. My god, we zitten al aan 3:34. Oké, gewoon rustig blijven, chilletjes. Laat me trouwens weten wat jullie highscore was toen in een tijd. En deze is echt wel... allee, ik zie geen verschil met dat vorige spel, maar ik kan ook zijn dat ik dat ergens vergeten zijn hoe dat het eruit zag. I can't with my life. 45. Dat mag nog iets hoger, hè. We gaan ervoor. Maar nee, wat ik dus zou zeggen is dat ik zie niet echt veel verschil. Maar dat kan dus inderdaad ook zijn, omdat ik niet meer weet hoe dat vorig eruit zag.
Snap je, mijn straat is vroeger, was vroeger anders. En nu ben ze er... Ah, stop met praten, mens. Vroeger was mijn straat was anders. En dat is zo... denk nu 5 of 6 jaar geleden is dat allemaal veranderd. En ik kan me niet meer herinneren hoe dat mijn straat ervoor uitzag. Terwijl ik hier al 20 jaar woon. Dus ja, ik ben heel vergeetachtig op beelden en zo. Oh, nu is het al donker, zeg. Hoe kan Flappy Bird nu iets zien in een donkere? Oké, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rustig. Hups, laten vallen en gaan. Hups, 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 hups. En gaan. Hups, hups, hups. Oh, dat kan het toch niet meer. Wat gebeurt er? Ik was hier zo goed in. Ik ga sowieso tot 100. Ik stop deze video niet totdat we aan 100 zitten, oké? Okay? Dus ook al is deze een video van 45 minuten, boeit me niet. We gaan ervoor. En nu is het weer dag. Kom maar, focus u. Rustig. Chip, 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 chip. Er zullen hoogstwaarschijnlijk wel leukere spelletjes op de markt zijn. Rustig. Oh nee, 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 nee. Ik wist dat dat verdomme. Ja. Oké. Tap, 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 tap. En deze gaat in het midden zitten. Ik wist het. Rustig. Mijn dameke. Oh my god. Maar ik ben echt agressief aan het worden. Het is echt te veel aan het worden nu. Ik kan dat met 2 handen vasthouden. Want soms beweegt die een telefoon zo en dan leidt dat mij af. Dus ik kan dat gewoon echt keigoed vasthouden hier. Zo. En nog een tappen. Zo, hè. Tap, tap. Oh, ik heb jeuk aan mijn neus. Oh nee, dat kan niet. Oh. Tap, tap. Rustig tappen. Je hebt tijd. Je hebt tijd. Oké, let's go. Oké, rustig. Ja, goed. Ik heb een redelijk temperament in mij zitten en dat komt er soms uit met zo'n spelletjes, maar dat komt allemaal wel goed. Oké, we gaan er gewoon nog eens voor. Tap, tap. Ik ga echt niet stoppen voor ik aan onder zit, mannetjes, ik ben er echt niet mee aan het leggen. Tap, 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 tap. Oké. Okay. Let's go. Ik ken dat. Wat is er met mij? Ik ken dat. I own this game. Rustig. Gewoon ontspannen. Het is maar een spel. Geen stress. Het is maar een spel. Gewoon door wat bazekes vliegen. Hoe moeilijk kan het zijn? Come on, zeg. Alsjeblieft. Goed zo. En laten vallen. En rustig erdoor. Rustig. Dat is hier een hypnose en een spelletje spelen tegelijkertijd verrollen, hè. En adem in. En adem uit. En adem in. En adem uit. Rustig zweven we door de paaltjes met gaten in. Wat zijn dat eigenlijk, vaderlijk? Oh, we zijn... Oh my god, het record is verbroken. Rustig blijven, Jamila. Rustig blijven. Je kunt het. Zen. Mij, lippen stiftje. Ja, een vee op de matras. Geen stress. Oké. Okay. Ja. Goed. 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 Dat was omdat ik aan het hoesten was. Echt waar, ik was aan het hoesten ineens. Ik was ineens.
Je wilt echt niet weten hoe kwaad ik soms ben geworden met de echte versie toen. Ik was echt... Ik heb één keer mijn gsm zwart op de grond geslagen. Dat ik gewoon spijt had dat ik een gsm had gekocht. Echt waar. Het was zo erg. Zelfs nog geen spijt dat ik dat spel speelde. Gewoon spijt dat ik een gsm had gekocht. Oh, my life. Oké. Okay. Nu is het een rode. Rood is een goede kleur. Dat wil zeggen dat we all the way tot 100 gaan. Ik voel het. Ja. We gaan er gewoon ver. Hops, naar de 100. Rustig. Rustig. Ja. Oh, mijn oog begint te pikken. Ah. Oké, we zijn goed bezig. Ik voel... Het is... Het gaat zijn. Het gaat goed worden, mannetjes. It's gonna happen. Het gaat gebeuren. Vandaag. Niet. Ik heb gewoon goesting voor mijn vinger te breken. Ik weet niet waarom. Ik heb gewoon goesting voor naast dat kaart op mijn hand te slaan en mijn vinger helemaal pff, in vrienden van één. Kinderen, zo, dat is de miserielach. Zo, dat is de lach dat je opzet wanneer je het niet meer aan kunt, maar dat je toch denkt altijd blijven lachen. Still going strong, girl. Ja, maat. Echt waar. Zo, ik word er echt gewoon preven. Oh my god. Als ik nu niet meer verder geraak, stop ik echt. Come on. Nee, bekken zouden, Jamila. Gewoon stil zijn. Dat is het beste dat je nu kan overkomen en je kijkers ook. Dat is waar. Oh, die meldingen laden mij af. It's gonna happen. Ik stop. Oké, okay, mijn hoogste score is 60. Ik schaam mijn eigen rot. Dus als je wilt dat ik eens nog eens probeer tot de 100, dan toch wel een keer. Hè? Laat mij dat weten alsjeblieft in de reacties. Ik ben niet goed gezien, dat zie je eraan. Ik ken wel tegen mijn verlies, daar niet van. Maar ja, deze is ook niet echt verliezen, want je bent met je eigen aan het spelen. Oh my god, deze klinkt zo verkeerd. Oh my god, dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde dus gewoon dat je spelletje met je eigen aan het spelen bent. En dat klinkt niet veel beter. Oké, okay, whatever. Maakt niet uit. Als je deze een leuke video vond, vergeet dan zeker niet te abonneren door na de video op het cirkeltje klikken. Te klikken. Ik zeg altijd gewoon klikken, maar het is te klikken. Cirkeltje te klikken. Ook even op het belletje ernaast, zodat je altijd een melding krijgt wanneer ik een nieuwe video plaats. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur bij een gloednieuwe video. Doei!